Afgelopen zondag vond de weekvergadering Ababroki plaats, die de subafdeling Beughuizen van de NDP heeft georganiseerd. Fractieleider van de NDP, Rabin Parmeser, had het over het finaal investeringsbesluit. Ik ga u meenemen van een paar vreselijke dingen wat er in het land gebeurt. Een paar vreselijke dingen wat u moet meenemen en waarom wij de verkiezingen moeten winnen. Het land koers met deze regering, koers het land naar een systeem van enkele die rijk zullen zijn. U merkt het nu al, friends and family. Dat is het beleid van deze mensen. Alles voor alles gaat u moeten betalen, veel meer dan u nu betaalt. Dat is de koers wat deze regering opgaat. Wij hebben een sociaal contract. Was van uwe pina, uwe look makandra. Ja toch, de trasma betaga makandra. En belangrijk is één, en laten we dit met u vandaag doornemen. We praten over oil en gas. Die oil en gas gaat in 2028 van de grond komen. Tussen nu en 2028 gaat er niet veel verschil zijn, beste mensen. Daarom moet de NDP er zijn voor Luku Makandra, voor een sociaal beleid. Want er wordt een sfeer gecreëerd alsof deze regering die oil en gas heeft gebracht. Wel nu, nou, de man is hier, de lee. Kijk vanaf 1980, wie heeft staatsolie opgericht in 1980? Wie heeft staatsolie opgericht in 1980? Waar zijn onze jongeren? In 1980 heeft Desiree Delano Bouterse staatsolie opgericht. En een lang verhaal kort te gaan. In 2019, onder leiding van Desiree Delano Bouterse, is toch de olie ontdekt? Yes. Ja toch? En dat zou toch verder ontdekt worden? En dan zou de FID toch zo en zo komen? Yes. De oliehel is een verworvenheid van deze regering. Niks is een verworvenheid van deze regering. Het is de NDP, het is de revolutie, het is de Bouterse die dit alles... Let u daarop, beste mensen. Want niet zonder meer is de slogan daar vertrouwen in eigen kunnen. En als er een partij is wat vertrouwen heeft, is er een man, is er een oma, dan is de Nationale Democratische Partij. En daarom ben ik blij toen ik het over had. Geef dit land niet over. Geef dit land niet over. Het land waar onze voorouders, uitgezonderd de inheemsen, wij allemaal, onze voorouders zijn van elders gekomen. Wij zijn allemaal van elders gekomen. En in dit land leven we vredig met elkaar. Onze voorouders hebben bloed, zweet en tranen gegeven voor dit land. Mensen hebben gevochten voor vrijheid en ze zijn zelfs naar Duitsland in strafkamp beland. En noemt u maar al verder. Geef dit land niet over. Decennia, die eeuwenlang hebben ze al onze natuurlijke hulpbronnen meegenomen. Wel, nu is de tijd. En dat is de ideologie van de partij. Onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is voor ons, voor het Surinaams volk. Daar staat de NDP voor. En komt u op. Komt u op in 2025. Want zonder de NDP gaan we dat niet halen. AUB, AUB, AUB.